Ik heb op zich wel prima geslapen, maar Ivo is heel de nacht wakker geweest omdat ze hier buiten aan het schreeuwen waren voor 3 uur lang. Dus Ivo is best wel chagrijnig geworden. Maar je moet je daar zelf wel achter komen. Nou, ik heb dus geen kussen meegenomen. Dan kwam Niels, kwam gisteren best wel aardig van Rikkieflex, ik heb een kussen voor jou. Hier kreeg je complete hernia van. Mijn nek die ligt gewoon in een hoek van 90 graden. Moet ik zo slapen? Na een paar uur werd ik wakker. Heel mijn nek verstijft. Omdat die kussen gewoon zo knoephard is. Dat is gewoon een betonblokje geworden. Ze komen hier al alle kanten deze kant op. Komt omdat we weer te laat zijn, jongens. We moesten daar om 7 uur zijn. Maar we hebben hier nog een ontbijt staan die we nog achter onze kiezen moeten verwerken. En ik ben heel erg gestoken door alle muggen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik denk dat ik wel een paar plakaten heb opgelopen. Ik heb uiteindelijk die pillen niet ingenomen. Dus het wordt nog spannend. Nou ja, hij zegt 3% dat de kans klein is, ook hier. Nou, dan vertrouwen we dan maar, hè. Yo, welcome. Thank you. Goed, appetit. Maar het probleem is dat de small boys vandaag wel op tijd waren. Maar dat je 5 dames zo nodig zat, moesten opmaken, haartjes doen, goed uitzien hier voor al die Afrikanen. En ons gewoon 1,5 uur laten wachten. Weet je hoe kut dat is? Vliegen aanvallen, muggen aanvallen, stilzitten. We willen gewoon bewegen naar die rijstvelden. Naar die rijstvelden daar, naar de hot springs toe. Rope swings, dat wordt wel relaxed. Ja. Hey. Ja. Wow. Yeah, ayy, pull up and wet the bar. Sipping on me, that's why. Waar is Ivo? Ivo. Wat is er? Waar is er, Ivo? Leg uit. Ja, ik dacht, ik ga even hier leuk poseren. Rob die ging net hier ook al in staan. Die zei, het is drassig. Nou, moet je eens kijken hoe mijn slippers eruit komen. Het is niet drassig, het is gewoon drijfzand hier, jongens. We zijn weer aangekomen bij de fietsenstalling. Dan gaan we dadelijk met onze mountainbike weer terug naar Moshi. Dan gaan we daar verzamelen, dan gaan we de bus in. Hoop dat deze wel op tijd komt. En dan gaan we door naar de hot springs. En ik heb er wel zin in, want die rope swings, als jullie onze reisvideo's hebben gezien en nog kan herinneren dat we in Budapest waren, dat was zo fucking awesome. Dus laten we hopen dat het dit keer weer hetzelfde is. Nou, we zijn dus onderweg naar de hot springs. En al heel de route was al een beetje sketchy. Overal water, overstromingen. En nu zijn we op een punt aangekomen waar het toch te diep is voor de bus om doorheen te komen. En er staat al een busje vast. Dus ik denk dat we eigenlijk fucked zijn. Bluff. Bluff! Bluff dat die motor er doorheen gaat. Bluff. Hij doet dat hier. Hij doet het hier. Ja! 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 Ja, het allermooiste was, we mochten eigenlijk niet op het dak zitten. En nu zitten we op het dak en we gaan nog eens een keer over deze rivier heen. Kijk, daar gaan we. Ja, dit voelt net als een attractie, weet je wel. Die water, die boomstammetjes. Touchdown, I'm so grateful. Number so low, bitch be thankful. They say don't let money change you. That's how we know money ain't you. Bitch, I been had, bitches been bad. We buy big boats, bitch, I'm sin bad. Downright sinful, bitch, we been full. All my dope boys, we like kinfolk. Yeah,
Be more burn spoon, DC glass pipe, VA synth bells, bout that trap life. Blew through thousands, we made millions. Cocaine soldiers, once civilians. Bought hoes Hondas, took care children. Zo, dat was toch dik. We hebben wat flips gedaan, wat sicke foto's gemaakt. Dus vergeet even niet onze Instagram te checken en wat liefde te tonen om een like en een reactie achter te laten. En dan is het nou tijd dat we terug naar de hostel toe gaan. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we lekker nog op het dak chillen. En misschien gaan we nog wat dikke dronebeelden maken. Dus jongens, ik heb er zin in. Laten we gaan. Zitten we vast hier? Nee. Even stilstaan. Nee. Oh. Ik wist chauffeur is aan het roken, maar toen besefte ik dat niemand hier rookt niet. Hè. Zoals die motor die aan het roken was. Ja, dit is wel echt kut. Nou zitten we hier gewoon vast. Nothing left to say. We zijn er eindelijk uit. We hebben even een half uurtje moeten wachten. Maar de tractor die is ons nog steeds fruit aan het slepen. En hij rijdt nog niet op eigen houtje of zo, lijkt wel. Dus ik hoop dat we nog wel thuis komen. Zoals jullie zien zijn we toch eindelijk teruggekomen in het hostel. We hebben een rit van 5 uur achter de rug gehad. Belachelijk lang, ik ben super moe. Ivo die ligt volgens mij op de kant te slapen. Rob die ligt daar ook al lekker relaxed. Dan lijkt me wel duidelijk, jongens. Dit is het einde van de video. Tof dat jullie gekeken hebben. Laat even een blauw duimpje achter. Mocht je nou nog zo'n vette reis willen doen, kijk dan even een linkje in de beschrijving. Fairway doet dit soort dingen. En misschien kan je dan gewoon met je matties gezellig op vakantie gaan als het je leuk lijkt. Dan zien we jullie weer volgende week. Later.